Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. Deze video is voor deel 2 van de Natural History Kuil. Natural History is een scheepjeskuil 2020 en is ontworpen door Christina van A Spoonful of Yarn. In deel 2 gaan we heel veel leuke details maken. Hier heb je een bijtje zitten, hier heb je vlinders zitten en er zijn echt veel details en er gebeurt veel. Dus ik zal je stap voor stap door al deze rijen meenemen. Het garen dat ik gebruik is scheepjes stonewashed garen. Ik heb een stonewashed pakket, maar je kunt ook een colorcrafter pakket hebben. Het is ook echt belangrijk dat je goed in de gaten hebt welke kleur je wanneer gebruikt, want we verwisselen van kleur naar bijna iedere tour. Ik zal je dus hier stap voor stap doorheen leiden. Er gebeurt veel. Ik zal je alles laten zien zo goed ik kan. Ik hoop dat het een nuttige video voor je is. Laten we beginnen. Toer 19. Ik heb kleur 1 op mijn haaknaald. En we gaan in de enige twee losse hoekopening beginnen. In de hoeken haken we een half stokje, twee losse en een half stokje. Eerste steek is natuurlijk een staand half stokje, twee losse en dan weer een half stokje. Dus dat is je hoek, dat haak je in elke hoek. Een half stokje, twee losse en een half stokje. Op de zijkant, je gaat op elke steek een relief half stokje achterlangs haken. Dus omslaan, om die eerste steek. Even goed vastpakken. En dan de tweede. En dan gaat het meestal wel weer wat makkelijker. De eerste is altijd even goed opletten. Je gaat om elke steek in relief half stokje achterlangs haken. En als je weer helemaal aan de andere kant bent, haak je weer een nieuwe hoek. En dat is een half stokje. Twee losse en een half stokje. En zo ga je gewoon helemaal rond. Dus je haakt een mooi rijtje met relief halfstokjes achterlangs. Op één punt, wanneer je hier ergens op jouw vierkantjes ga jij die twee lossen van de vorige toer hebben, die sla je dus over. Dus hier ga je gewoon zo omheen. Dat je dus gewoon eigenlijk die onzichtbare sluiting, die gaat dan eigenlijk naar voren draaien. Dus hier om die steek heen haak je slechts één relief stokje. Dus die twee losse daar, die sla je over. Voor de rest ga je nu helemaal rond. Als je op het einde bent, sluit je weer op het beginsteek met een halve vaste. En dan mag je ook je draad afknippen. Toer 20. Ik heb kleur 4 op mijn haaknaald. En we gaan beginnen in de 19e steek aan enige zijkant. We gaan dus nu hier eigenlijk in het midden gaan we een aantal steken haken. We gaan dus 19 steken tellen. Deze hoeksteek hier, dit is de eerste steek, dus die moet je ook meenemen. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en dit hier is nummer 19. Nummer 19 steek mijn haaknaald in. En dan haken we een vaste. Zo. Als het goed is, zijn hier nu 18 lege steken. Dan haken we in nummer 19. Nou, we gaan verder. Op de volgende twee steken een half stokje. 1, 2. 1 losse. Laat het volgende steekje over en dan haken we twee stokjes, één op elke steek. Dus deze overslaan, steek erna, één stokje, steek daarna ook. Eén losse. En nu gaan we in de volgende steek een zes stokje bobbel haken. Dat betekent dus in die ene steek gaan we eigenlijk zes stokjes samen haken. Omslaan, twee lussen afhalen. Dat is het eerste beentje. Zo moet je er dus zes hebben. Dus twee, drie, vier. Je
straat, via de terras. 5. Het wordt nogal vol hier in die steek, maar ja, dat is even niet anders. En 6. Nu 7 lussen op je naald, die gaan we allemaal in één keer afhalen. Zo. 2 lossen. 1, 2. We gaan op de eerste van die 2 lossen even een steekmarkeerdertje plaatsen. En dat is dus eigenlijk hier, als je kijkt, bijna dit oogje hier. Je vormt een soort oogje. De eerste van die 2 lossen. Daar zet je een steekmarkeerdertje in. Op de volgende 2 steken haken we een stokje. Dus meteen op de volgende. Dus 1. En de steek daarna ook 1. 1 lossen. Ik sla een steekje over. Deze overslaan. De steek daarna een half stokje. En gevolgd door nog een half stokje. En op onze laatste steek een vaste. Kun je de draad afknippen. En deze lus opentrekken. Draden, laat die nog even zitten. Eigenlijk tot je best wel een aantal rijen meer hebt gehaakt, dan is het makkelijker om ze netjes weg te werken. Wat je zojuist hebt gehaakt op één kant, ga je nu op de andere 3 kanten van jouw vierkant herhalen. Dus doe dit nog 3 keer voordat je verder gaat naar de volgende rij. Doe 21. Ik heb kleur 1 op mijn naald zitten. En we gaan beginnen 2 steekjes voor de vorige toer. Dus hier is de eerste steek van de vorige toer. Ga je 1, 2 steekjes daarvoor zitten. En daar haak je een staand vaste. En ook op de volgende steek een vaste. We gaan nu omhoog komen naar de laatste toer die we hebben gehaakt. En op die 3 steekjes hier een vaste. Dat is 1, 2 en 3. 1 losse opening haak je een vaste. De volgende 2 stokjes haak je ook een vaste op elke steek. Dus 1 en 2. Een beetje draad erbij. Je hebt hier die 1 losse opening, is een beetje klein, maar daarbinnenin haak je ook een vaste. Zo. Nou, nu komt er misschien een beetje, eigenlijk best wel een lastig stukje. We gaan dubbel stokjes haken. En dat is 3 keer omslaan. En dan gaan we naar 6 beentjes. Dus we gaan eigenlijk 6 dubbel stokje haken. Samen gehaakt. En 3 beentjes gaan zijn in dit steekje dat we hier hebben overgeslagen. En 3 beentjes gaan zijn in deze steek die we hier hebben overgeslagen. Dus in die 2 steekjes. En alles gaat voor ons werk blijven. En dat voor het werk blijven is een beetje lastig. Vooral hier aan het begin. Nou, we beginnen met 6, dus om 6 beentjes te haken. Nou, ieder beentje gaan we 3 keer omslaan. 1, 2, 3 keer omslaan. Nu moet je een beetje terugkomen. Je moet eigenlijk je werk vouwen. Dat je echt in die overgeslagen steek bent. En wat is belangrijk, je gaat niet zo doorprikken naar de achterkant. Dat moet je niet doen. Je wil voor je werk blijven. Dus als je in die steek bent, een beetje naar voren duwen met je haak, dat je echt voor je werk uitkomt. En dan kun je de lus ophalen. Dit is allemaal best wel strak. En dan 2 keer afhalen. 2 keer afhalen. 2 keer afhalen. Dat was het eerste beentje en die was misschien ook wel het moeilijkst. Nou, nog 1, 2, 3 keer omslaan. Nu gaan we het nog een keer doen in dezelfde positie. De tweede is soms nog net iets makkelijker.
Dus ophalen. 1, 2, 3. En weer 3 keer omslaan. En ook weer in diezelfde positie. Je ziet, ik geef mijn naald echt een beetje een draai om echt in die steek in te steken. Pak de lus op. En weer 1, 2, 3. Zo, dat waren dus de eerste 3 beentjes. Komen we nu naar de andere kant en gaan we dus nog 3 beentjes hier haken. Dus weer 3 keer omslaan. En deze is echt makkelijker. Die kun je gewoon insteken. Zorg dat je voor je werk blijft. En 1, 2, 3. 3 keer omslaan, want je moet het nog 2 keer doen. Dus 2. En weer 3 keer omslaan. En dit is de laatste. Je zorgt nog steeds dat je voor je werk bent. Zo. Heb je 7 lussen op je naald. Ga je 1 keer afhalen. Dat was een hele bevalling, dat weet ik. Maar het komt goed. Hierachter is die 2 losse opening. Daarin steken voor een vaste. Dus de eerste losse heb je gemarkeerd. Die niet. Gewoon echt de opening die ernaast zit. Insteken. En de vaste. Je hebt hier 2 stokjes. Ze zijn misschien een beetje verstopt. Haak daar een vaste op elke steek. Je bent 1 losse opening. Daar haak je een vaste in. Bij deze laatste 3 steken ook weer een vaste op elke steek. De eerste is een beetje moeilijk, dat eerste hoofdstokje. Dus 1, 2 en 3. En ik trek hier een beetje aan het draadje en dan kom ik makkelijker in die steek. Nou, de allerlaatste 2 steken zijn weer terug. Ik dacht dat het de toer 19 is. 1 vaste. En nog een vaste. Mag je draad afknippen. En deze lus openhalen. En weer eens laat je draden nog net heel eventjes zitten. Wat je zojuist hebt gewerkt hier op 1 kant, moet je nu nog op de 3 andere kanten ook doen. Dus die 6 dubbel stokjes, die moet je dus nog 3 keer doen, helaas. Ze zijn best wel pittig, maar het komt goed. Gewoon rustig voor gaan zitten. Dus nog 3 keer herhalen op de andere 3 kanten, voordat we verder gaan naar de volgende toer. Toer 22. Ik heb kleur 4 weer op mijn haaknaald zitten. En we gaan eigenlijk net zoals hiervoor, eigenlijk of tot nu toe alle rijen hiervoor, 2 steken voor de laatste steek beginnen. Dus hier is de laatste steek van rij 21. Dus dan gaan we 1, 2 steken naar voren op rij 19. En beginnen daar met een staande vaste. De volgende steek nog een vaste. En nu komen we weer naar omhoog en gaan we werken op de steken van toer 21. Dan gaan we 9 vaste haken. Dus hier is de eerste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. En nummer 9 hier, moet je misschien een klein beetje opletten. Hier, dit is nummer 9. Hij zit hier net voor die triple-dubbel, deze grote steken. Dat is nummer 9. Zo. 1 losse. En nu gaan we een 6 stokje bobbel haken. En dat gaan we haken in de steek die we gemarkeerd hebben. Je ziet hem hier aan de achterkant van je werk zitten, je steekmarkeerder.
Maar je wilt hem hier vanaf de voorkant pakken. Als je even zo kijkt, daar zie je de gemarkeerde steek. Daar gaan we insteken over alle steken heen. Dus omslaan, steek je in die gemarkeerde steek. Dus deze, ik zie ook daar mijn steekmarkeerdertje zitten. En dan pak je het draad er echt overheen, van over al je werk heen. Achterkant haal je naar voren. Afhalen. Dus dat is 1. Dat moeten we nog 5 keer doen. Je wil 6 beentjes hebben, dus weer er doorheen. 2. Ik ga op dit moment het steekmarkeer er even weghalen, want die heb ik niet meer nodig. Dus dat is 2. Lekker vol daarbinnen. 5. En hier de laatste. 6. Heb je 7 lussen op je naald, haal je in 1 keer af. En als, tip als je afhaalt, je haakt net een klein beetje naar boven duwen, dan blijft hij niet zo hier overal hangen. Zo. 2 lossen. 1. 2. Nu gaan we naar beneden komen en eigenlijk aan deze kant hetzelfde doen als aan die kant. Dus we gaan 9 vaste haken en die eerste vaste is in die eerste steek hier. Kijk, en daar zit die steek. Dus je moet hier echt een beetje voor graven en zoeken. Kijk, daar zit die. Dus je moet echt de boel hier een beetje opzij schuiven. Die zit heel erg verstopt, die eerste steek. Dus dat is 1. 2, 3, 4, 5, 6, nog 3, 7, 8 en nummer 9 valt hier op die laatste steek van de vorige. Toer, dat is nummer 9. Komen we nu weer naar beneden, naar rij 19 en gaan we hier nog 2 vaste ophaken. Dus dat is 1 en 2. Zo. Mag je het draad weer afknippen en doorhalen. Ja, en misschien alles hier net een klein beetje, ja, mooi fatsoeneren. Zo. Wat je zojuist op de ene kant hebt gedaan, doe dat even op je andere 3 kanten ook, voordat je weer verder gaat met de volgende toer. Toer 23. Ik heb weer kleur 1 op een naald zitten. En we gaan beginnen op toer 19. We gaan nu 8 steken naar voren tellen. Dus hier is de laatste steek van toer 22. Dus dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 steken naar voren. Hier beginnen we met een staande vaste. De volgende 2 steken ook een vaste. 3 steken een half stokje. Dus 1, 2, 3. Hier nu nog 2 steekjes over, een stokje op elke steek. Dus 1 stokje en een tweede stokje. Komen we omhoog naar rij 22 hier. Op de eerste 2 steken een half stokje. Zo. 1 en 2. 2 half stokjes. En nu 9 vaste.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nummer 9 hier. 9 valt precies voor de 1 losse ruimte. In de 1 losse ruimte, 1 vaste. 3 losse. 2, 3. Slaan we hier die bobbel over. Dan kom je naar de andere kant. Daar heb je ook een losse ruimte. Daar die 2 losse in die ruimte steek je in. En haak je een vaste. Dan komen we nu naar beneden en het gaat hetzelfde aan deze kant doen als aan de voorkant. Die eerste steek, dat is deze hier, een vaste. Dat is de eerste van 9, dus dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dit is 8. En zo even hier voet vasthouden, dit is nummer 9. Als het goed is, heb je nog 2 steken over. Hier gaan we een half stokje op haken. 1 en 2. Kom weer naar beneden. We gaan verder op toer 19. De eerste 2 steken een stokje. 1 en 2. De volgende 3 steken een half stokje. 1, 2, 3. En op de laatste 3 steken een vaste. 1, 2 en 3. Nu mag je draad afknippen en openhalen. Als het goed is, want je ziet nog hier die halve vaste, maar heb je nu nog 6 steken over voor het eind, voor de hoek eigenlijk. Dus heb ik 1, 2, 3, 4, 5 en die is gesloten hier op steek nummer 6. Als het goed is, heb je nog 6 steken over voor de hoek. Dus dat is ook even een controlepunt voor je. Nou, wat je zojuist op de ene kant hebt gedaan, moet je nu weer ook op de andere 3 kanten doen. En je zult zien dat langzaam maar zeker begint je achterhoek eigenlijk een beetje vorm te krijgen. Maar eerst herhaal op je andere 3 kanten ook deze laatste rij. Toer 24. Ik heb alweer kleur 1 op mijn naald zitten. Dus eigenlijk nog steeds. En waar gaan we gaan beginnen? Je ziet hier is het einde van, of het begin van toer 23. We gaan 4 steken daarvoor zitten op toer 19. Dus 1, 2, 3, 4 steken. Steek je haaknaald in. Want we beginnen weer met een staande vaste. Nu beginnen we ook een herhaling. Op de volgende 2 steken nog een vaste. Dus 1, 2. Je hebt nog 1 steekje hierover op toer 19. Daar haak je een half stokje op. Nu komen we omhoog op toer 23. En op de eerste 5 steken haak je een half stokje. De eerste steek. 1, 2, 3, 4 en 5. Zo, 5 half stokjes. We gaan verder en we raken 15 stokjes. Dus 1.
Als je er 15 hebt, dan ben je eigenlijk wel zo wat bij de losse opening. 2. Dus ik ga het nu even rustig 15 stokjes haken. 3. En 15. Zo, dat is het 15e stokje. Ik ben nu hier bij de losse opening. In die losse opening gaan we een dubbel stokje, 2 losse en een dubbel stokje haken. Dus 2 keer omslaan. Insteken in die losse opening. Dus 1, 2 losse. Weer 2 keer omslaan voor nog een dubbel stokje. Zo. Komen we nu weer naar beneden. We gaan de eerste steek overslaan. Dus deze eerste vaste slaan we over. En dan op de volgende steek haken we 14 stokjes. Dus de eerste sla je over. Naar de tweede. En dat is 1. Dus nu ga je 14 stokjes haken. En dan ben je bijna beneden. En dus het klopt dus inderdaad dat jouw zijkanten zijn dus niet symmetrisch. Je gaat merken dat dat ook vaker het geval gaat zijn. Zoals we verder gaan. Met jouw achthoek. Dat klopt. Dat is met opzet gedaan. Door de ontwerpster. Dus ga nog even door tot je 14 stokjes hebt. Nummer 14. Zo. 14 stokjes. Je hebt hier nog 5 steken. Ga je elke steek een half stokje haken. Dus 5 half stokjes. Dus 1. 2. 3. 4. De laatste 5. Dan gaan we weer verder op rij 19. Op de eerste steek, deze hier, haak je een half stokje. En op de volgende 3 een vaste. 3 vaste. 5 losse. 1, 2, 3, 4. 5 losse. Dan ga je werk helemaal draaien. Dus echt, je gaat helemaal de hoek om. Dus 90 graden. En gaan we hier weer op de volgende, aan de andere kant. Dus hier heb je de hoek. Dus aan de andere kant van die hoek gaan we nu verder. Met eigenlijk weer herhalen wat we gedaan hebben. Waar gaan we beginnen? Weer 4 steken voor deze steek van rij 23 op rij 19. Dus 1, 2, 3, 4 steken ervoor insteken voor een vaste. Dan ga ik die losse even naar achteren vouwen. En nu maak je nog 2 losse. En je volgende steek is dan weer een half stokje. Want dit stukje hier is precies hetzelfde als waar ik hier zo vervouwen. Dit beginstukje hier. Die steken daar. Dus eigenlijk wat we allemaal net gedaan hebben. Ook hier met het hoekje om. Dit ga je nu nog 3 keer herhalen. En als je klaar bent. Als je helemaal rond bent. Heb je nog 5 lossen. Dus je laat je laatste vast hier. Heb je 5 lossen om de hoek om te gaan. En dan sluit je hier op jouw eerste steek. Dus op dit eerste, de eerste vaste hier, waar ik nu even niet lekker in kom. Zo op de eerste vaste sluit je dan met een halve vaste. En dan mag je ook je draad afknippen. Dit is je werk nu. Wat je nu moet doen is draadjes wegwerken. Want hier aan de achterkant zitten er nog best wel een aantal. Ik heb er al wat gedaan, maar nog niet allemaal. Je ziet hier heb ik er al een paar weggewerkt en hier ook. Hier heb ik er best wel wat weggewerkt. Dus maar we gaan er even voor zitten, dit kost even tijd. En wat nu belangrijk is dat je dit op zo'n manier wegwerkt dat je geen gaten krijgt. En ik zal even een beetje inzoomen, dan kun je zien wat ik bedoel. Deze draad hier, als je gewoon die kant op werkt, ga je hier een gat krijgen en dat wil je niet. Dus je steekt je draad eerst een beetje deze kant op. En dan pas terug.
En dan ga je dus voorkomen dat hier een gat vormt. En dat ga je dus met al die steken doen. Je kunt hier overal een gaatje maken als je het zou willen. Maar dat is niet mooi. Dus eerst naar voren en dan pas terug. En dan voorkom je dus dat hier eigenlijk gaten ontstaan. En dat ga je dus met al die draden hier doen. Dus werk die allemaal even weg voordat we verder gaan. Toer 24. Ik heb kleur 4 op mijn naald. Waar we gaan beginnen is hier is de hoek en je hebt nog twee steekjes daar van toer 19. En de eerste steek, dus die zit dichtst bij hier bij de steken van toer 24, steek je in. En je gaat ook over die 5 losse opening heen, dus die pak je mee. Dus je steekt gewoon door die steek en over de 5 losse. En dan beginnen we met een staande vaste. Die 5 lossen die zet je eigenlijk ook vast. Die pak je gewoon mee. Nu gaan we meteen omhoog op de steken van toer 24. Op de eerste steek hier van toer 24 haak je een half stokje. Nu gaan we een klein herhaling doen. 12 keer. Dat is 1 losse. Dan slaan we een steekje over. En op de steek daarna een half stokje. Die overslaan, deze een half stokje. Dus dat was herhaling nummer 1. Dit ga je dus 12 keer doen. Dus 1 losse, sla een steek over, steek erna, een half stokje. Nog een keer, steek overslaan, een half stokje. De herhaling 3 keer gedaan. Je gaat zo door. Je doet het 12 keer. En dan ben je eigenlijk hier bij de losse opening net boven de bij aangekomen. Dus ga nog even door. Dan zie ik je zo hier terug. Ik heb het nu 11 herhalingen gedaan. Nog eentje. Dus 1 losse. Ik laat deze steek over. En op de laatste steek voor de 2 losse opening. Een half stokje. En dat is dus herhaling nummer 12. Door deze rij steken. In de 2 losse opening hier haak je een half stokje, 2 losse en een half stokje. Zo. We gaan er naar beneden komen en een beetje hetzelfde idee haken, maar net niet helemaal, want de twee kanten zijn niet gelijk. Op de eerste steek een half stokje. Nu gaan we weer diezelfde herhaling doen, maar 11 keer. Dus 1 losse, sla een steek over, steek erna, een half stokje. Dat is herhaling nummer 1, die moet je dus 11 keer doen. Dus 1 losse, sla een steek over en een half stokje. Losse, sla een steek over, een half stokje. 3 keer gedaan. Ga dan zo door tot je er 11 hebt. Dan ben je ongeveer hier en dan zie ik je weer even terug. Ik heb nu de herhaling 10 keer gedaan. Nog 1 keertje. Dus 1 losse. Ik sla een steekje over. En op de volgende steek een half stokje. Als het goed is heb je nu nog 1 steekje over voordat je bij de 5 losse komt. 1 losse en slaan deze steek over. Kom je terug naar rij 19, hier heb je nog 2 steken. De eerste steek gaan we vaste haken en je gaat ook over de 5 losse heen. Dus dan zet je die ook vast. 3 losse. 3 losse. Je werk helemaal draaien, want nu gaan we weer naar de volgende zijkant. En ook weer hier heb je weer 2 steken van toer 19. Die steken dichtstbij zijnde bij toer 24 insteken. En over de losse aan de achterkant. En dan zet je even alles goed vast. En
deze vaste is precies hetzelfde als de vaste waar we mee begonnen zijn. Dus alles wat we hier hebben gedaan op deze zijkant, doe dat nog 3 keer. En wanneer je hier komt, moet je nog 3 losse haken en dan sluit je op deze eerste steek. En dan mag je ook je draad afhechten. Toer 26 alweer. Ik heb alweer kleur 1 op mijn naald zitten. En we gaan beginnen met een staand half stokje. En dit is de 2 losse opening van toer 19. Daar ga je insteken. En je gaat ook over de 3 losse en de 5 losse die je hier aan de achterkant hebt. Daar ga je ook overheen werken. Dus je gaat zo'n 1 keer door die opening heen steken. Even omslaan voor het staand half stokje. Dan kun je gewoon hier doorheen door al die lussen. En werk je een staand zo, half stokje. 2 losse. En dan nog een keer een half stokje in diezelfde opening. Zo, dat is nu je nieuwe hoek. Nu heb je ook al die lussen hier mooi vastgezet. We komen nu omhoog. Je hebt nog 1 steek hier van toer 19, die sla je over. En die eerste steek van toer 25 ook. Kom je naar die 2e steek. Daar gaan we in werken. Maar maak je een half stokje in. En dit is dus de steek net voor de losse opening. En dan werk je een half stokje. Nu kom je bij de losse opening. Je hebt 12 van deze openingen. In elke opening ga je 2 half stokjes haken. Dus 1, 2. Kom je naar de volgende opening, haak je daar weer 2 half stokjes in. En dan weer de volgende. En zo ga je dus door. En dat doe je 12 keer. Ik heb er nu 3 met je gedaan. Dus je gaat door en als je er 12 hebt, dan ben je op dit punt, ben je bijna boven de bij. Daar zie ik je weer even terug. Ik heb nu 12 keer die half stokjes gehaakt, dus 2 half stokjes in die losse opening. En ik ben bijna hier aan de bovenkant, het boven het bijtje. Je gaat nu de volgende steek overslaan, dat is die. Die sla je over en je komt naar de laatste steek voor de 2 losse opening. En in die steek haak je een half stokje. In de losse opening, een half stokje, 2 losse en een half stokje. 2 losse. En een half stokje. En een boel een beetje draaien. Nu komen we naar beneden. De eerste steek hier, die gaan we overslaan. En je komt weer naar de 2e steek. Daar haak je een half stokje in. In de losse openingen gaan we weer 2 half stokjes in elke opening haken. En het zijn er weer 12. Dus 2 in die. Dus dat is 1 keer. Haak je hier 2 half stokjes in. Dus 2. Dit is dan weer 3. Je gaat door tot je er 12 hebt gemaakt. Tot je 12 keer hebt gedaan. En dan ben je hier. En dan zie ik je weer even terug. Ik heb de herhaling 12 keer gedaan. En als het goed is heb je nu nog 1 steekje over hier op toer 25. En op die ene steek haak je nog een half stokje. Zo. Nu komen we weer naar de hoekopening van toer 19. Dan gaan we een nieuwe hoek in haken over al die lussen hier aan de achterkant. Dus omslaan, dus door die openingen. Je gaat er overal weer overheen. Allemaal vastzetten. Dus een half stokje. 2 losse. En nog een halve. Zo. En deze hoek hier. Deze hoek. Is hetzelfde als de hoek waar je mee begonnen bent. Dus alles wat we hier hebben gedaan, deze hele zijkant, moet je nog 3 keer doen. En na je laatste half stokje sluit je op de eerste steek
met een halve vaste. En dan mag je ook weer afhechten. Dit is hoe je werk er nu uitziet. Wat we nu gaan doen is we gaan even aan iedere zijkant gaan we 4 steekmarkeerders plaatsen. Ik wil even laten zien hoe we dat doen, waar we ze precies plaatsen, voordat we verder gaan met de volgende toer. Op de eerste zijkant gaan we steken markeren. Dus je begint hier eerst die grote bloem, eerst erbij. Dus we beginnen eigenlijk boven het blaadje, dus deze hoek hier. En we komen nu naar rij 24 en dat is deze rij hier waar we al die steken over hebben geslagen. Ik ga naar de vierde steek die is overgeslagen. Dus dat is 1, 2, 3, 4. Deze steek, die markeer je. Dus dat is de vierde steek. We tellen nog 4 steken en die markeren we ook. Dus 1, 2, 3, 4. Deze markeer je. Dus dan heb je alleen steek nummer 4 en 8. Het is dus omhoog. Dan gaan we weer omlaag. Hier is het bijtje. Dus boven de bij komen we nu naar rij 24. En nu pak je de 5e overgeslagen steek. Steekmarkeerder erbij. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5. En nummer 5, die markeer je even. Laatste markeerdertje voor deze kant. Oh, die werkt even niet mee, maar zo. En nu weer 4 steekjes overslaan. Dus eigenlijk de 4e weer pakken. Dus 1, 2, 3, en hier is nummer 4. En die markeer je. Dus 1, 2, 3, 4. Dus je hebt er dan 2 omhoog en 2 omlaag. Deze 4 steken hier ga je nu ook markeren aan de andere 3 kanten. En dan kunnen we verder gaan met haken. Toer 27. Ik heb hier kleur 2 op mijn naald zitten, mijn opzetlus. En we gaan beginnen in de steek waar we ook gestopt zijn. Dus hier is die halve vaste en die steek gaan we ook beginnen. En dan beginnen we met een staand half stokje. Even omslaan. Steek ik ook in die steek. Dan ga ik een beetje over die halve vaste heen werken. Zo. Staand half stokje. Nu beginnen we ook meteen met de herhaling. In de hoekopening een half stokje, 2 lossen en een half stokje. Half stokje, 2 lossen. En een half stokje. Dus dat is een nieuwe hoek. Ga de eerste steek overslaan. Nou, die ligt hier ook een beetje verstopt onder deze hoek. Dus die steek sla je over. Dan kom je naar de volgende steek en daar werk je een half stokje. Dus die overslaan naar de volgende steek. Met een half stokje. We gaan een relief dubbel stokje voorlangs maken hier om de steek van toer 19. Dus we gaan 2 keer omslaan voor een dubbel stokje. En dan voorlangs, dus voor en aan de andere kant er weer uit. Klus ophalen, 2 keer afhalen, 2 keer afhalen, 2 keer afhalen. Zo. We gaan nu achter deze steek, de volgende steek dus eigenlijk, overslaan. Nou, je ziet, daar is de laatste steek die je gewerkt hebt. Dan sla je een steek over. En de steek daarna is dan weer je volgende steek waar je in werkt. En dit is een half stokje en dat is de eerste van 10. Dus we gaan 10 half stokjes haken en dan zijn we ongeveer hier. Dus 1, 2, 3, doordat je er 10 hebt, 4,
10. 10 halfstokjes. Nu gaan we beginnen met het eerste stukje van de eerste vlinder. En ja, hier gebeurt best wel veel. En ik ga proberen om het rustig aan je te laten zien. We beginnen met 2 lossen. 2. De volgende steek, dus deze hier, die, gaan we een halve vaste haken. Een halve vaste. Nu haak je 3 lossen. En in diezelfde steek ook 5 stokjes. Dus in diezelfde opening waar je reeds die halve vaste hebt zitten, ga je dus nu nog 5 stokjes erbij doen. Dus 1, 2, 3, 4. Twee lossen. En nu komen we naar beneden. Ik ga even deze los openmaken. En gaan we een relief stokje voorlangs haken om de steek waar je nu in zit. Dus dit is de steek waar je nu in bent. En dit is eigenlijk het steekje dat erbij hoort. Dus om hier omheen ga je een relief stokje voorlangs haken. Omslaan voor het stokje, om de steek waar je dus nu bent, haak je een relief stokje voorlangs. 2 lossen. Dan ga je weer, eigenlijk wat we net hebben gedaan, gaan we weer herhalen in de volgende steek. Maar gespiegeld natuurlijk. Nou, die volgende steek moet je even goed kijken. Als ik mijn werk naar de zijkant vouw, hier is de volgende steek. Als je zo ziet, dan valt je werk er volledig over en zou je hem kunnen missen. Dan denk je dat het de volgende is, maar dat is niet zo. Deze hier, het is jouw volgende steek. Steek daarin en werk 5 stokjes. Dus 1, 2, 3. 5 stokjes, 3 lossen en een halve vaste. Die moet je hier ook nog bij proppen. Dus ook nog in diezelfde steek, dus daarin stoppen, dan werk je een halve vaste. En ja, je moet je werk misschien een beetje draaien om zo goed te kunnen maken. Nou, en dat was je eerste stuk van je eerste vlinder, dat heb je overleefd. En hier gebeurt gewoon echt best wel veel. Dus dit moet je gewoon even rustig je hoofd erbij houden. 2 lossen. 2. En dan gaan we in de volgende steek de eerste van 11 halfstokjes haken. Naar de volgende steek. Even, als je die vlinder even naar de zijkant drukt, zie je van oh, daar is de eerste steek. Dat is 1, dus je gaat 11 stokjes aan. Halfstokjes. 11 halfstokjes. 2, dan kom je bij ongeveer bij je volgende hoek. Ongeveer. Dus 11 halfstokjes. Zo, en dit is nummer 11, dacht ik. Even tellen. 1, 2, 3, 4, 10, 11. Ja, nummer 11. Ja, als je even de tel kwijt bent, gewoon even dubbel checken. Zo, 11 halfstokjes. Ga nu een relief dubbelstokje voorlangs haken om deze dubbelstokje van toer 25, of 24 bedoel ik zelfs. Dus 2 keer omslaan. Dus om die steek. Draad vast en u werkt een relief dubbelstokje. Zo. Aan de achterkant slaan we weer een steekje over. Je ziet, ik sla daar een steek over. Op de volgende steek een half stokje. En dat zou de laatste steek voor de 2 losse opening moeten zijn. Dus dat is ook een controlepunt of alles goed is gegaan. Dan is de volgende positie, zou dan de hoek moeten zijn.
Dus dat is het hoekje boven de bij. Je ziet, hier zit het bijtje. Nou, in die hoek een half stokje. Twee losse. En een half stokje. Zo. We gaan nu naar beneden komen. En ja, soortgelijke steken haken als op dit stuk. Maar ja, net niet helemaal hetzelfde. Het is een klein beetje asymmetrisch. We beginnen door weer de eerste steek over te slaan. Dus dat is die steek. Die slaan we over. En de volgende steek een half stokje. Dus overslaan. En een half stokje. Zo. Nu gaan we naar beneden komen. En ook weer zo'n relief dubbel stokje haken. Dus twee keer omslaan. Dus om die lange steek hier van toer 24. Een relief dubbel stokje voorlangs. Zo. Achter deze steek sta je een steekje over. Dus ik sla een steek over. En naast de volgende steek een half stokje naast de eerste van 12. Nou, hier hadden we er dus 11, maar nu gaan we dus 12 haken. Dat is wat ik bedoel, maar het is net even anders. Dus 2, dan doe je 12 half stokjes en dan gaan we weer dus zo'n vlindertje haken. En dan gaan we gewoon weer nog een keer heel rustig doen. En 12 half stokjes. Dan gaan we weer zo'n vlindertje haken. We beginnen met 2 lossen. In de volgende steek een halve vaste. Drie lossen en 5 stokjes in diezelfde steek. Gewoon naast die halve vaste prop je er dus nog 5 stokjes. Dus 2, 3, 4 en 5. 2 lossen en weer een relief stokje voorlangs om de steek waar we nu zijn. Even laten zien, dus dat is hier. Daar ga je dus een relief stokje voorlangs haken. Zo, relief stokje voorlangs. 2 lossen. Kom je naar de volgende steek, moet je werk weer even aan de zijkant vouwen. Daar is je volgende steek. 5 stokjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 3 lossen. En een halve vaste in dezelfde steek. Dus een beetje terugvouwen hier. In die steek te komen. Nou, nu heb je het ergste eigenlijk alweer gehad voor deze zijkant. Dus 2 lossen. En op de volgende steek gaan de eerste van 9 half stokjes. Nou, daar zit weer die volgende steek. Eerste van 9. Dus dat is heel. Kom nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Half stokjes en relief dubbel stokje voorlangs om deze steek van toer 19. Die is dus eigenlijk vergelijkbaar met diegene die we ook aan de andere kant hadden gemaakt. Hier, ja, deze. Die is dus eigenlijk vergelijkbaar, maar dan om de steek voor de hoek. Dus twee keer omslaan. Relief dubbel stokje.
slaat weer een steek over aan de achterkant. Die steek sla ik over en kom je de steek ernaast. Haak je een half stokje. En als het goed is, is dat half stokje ook in de laatste steek voor de losse opening. In de losse opening zou je dus nu gewoon beginnen met een volgende herhaling. De herhaling is een half stokje, twee losse en een half stokje. En dit is dan ook weer meteen je nieuwe hoek en je volgende herhaling. Dus alles wat je net gedaan hebt, en dat is best veel, vooral hier met die vlindertjes, ga je nog drie keer doen. Dus gewoon even rustig. En dan sluit je op de eerste steek. En dat is deze staand half stokje hier. Dan moet je altijd even goed vastpakken. Maar daar in die steek, daarop sluit je met een halve vaste. En mag je ook je draad afknippen. Toer 27A. Ik heb kleur 3 op mijn naald zetten met een opzetlus. Oh, en daar valt hij vervolgens van mijn naald af. Zo. Je hebt hier de vlinders die we net gemaakt hebben. En je hebt eigenlijk bij iedere vlinder heb je twee van die gemarkeerde steken zitten. Nou, daar gaan we dus in werken. Hier is de eerste gemarkeerde steek, dus net voor de vlinder. Enige vlinder, maakt niet uit, want je gaat hetzelfde stukje bij alle vlinders herhalen. Dus in die gemarkeerde steek steek je in en hecht je aan met een halve vaste. Ik ga eigenlijk die steekmarkeerder hier even weghalen, want die zit nu maar eigenlijk grandioos in de weg. Zo. Nou, dus die gemarkeerde steek hecht je aan met een halve vaste. Zo. Dan drie lossen. 1. 2, 3 lossen. Hier op de vlinder heb je 5 stokjes zitten. Op die 5 steken gaan we haken. De eerste van die 5 stokjes haak je een vaste. De tweede een half stokje. De derde een stokje. Dan weer een half stokje. En op de laatste hier zo. Een vaste. Dus dan heb je eigenlijk over het eerste vleugeltje heen gehaakt. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En dan kom je naar het volgende vleugeltje. Dan heb je hier dus weer die 5 stokjes. Op het eerste weer. Eigenlijk dezelfde 5 steken. Dus een vaste, half stokje, stokje, een half stokje en een vaste. Dus dat is het tweede vleugeltje. 3 lossen, dus alleen maar 3 lossen. Nu kom je naar beneden en haak je een halve vaste hier in de overgeslagen steek. En nu is het belangrijk, je komt gewoon echt gelijk naar beneden en je steekt van voor naar achteren in. Dat je dus niet die losse die je net hebt gehaakt op enige manier gaat draaien. Zo, dus gewoon meteen zo naar beneden komen. Nou, ik knip de draad af. Maak die lus open. En die steekmarkeerder die mag er nu ook uit. Trek de draden naar achteren, zodat je ze aan de achterkant netjes kunt wegwerken. En hier is nog de andere. Zo. Zo hier, zo over dit kleine vlindertje gehaakt. Wat je zojuist hebt gedaan, ga je dus nu nog 7 keer doen. Dus op ieder vlindertje ga je dat herhalen, ga je helemaal rond. En dan mag je ook al je steekmarkeerders verwijderen. Dus je gaat dit toer 27A dus 8 keer doen in totaal. Toer 28. Ik heb kleur 2 weer op mijn haaknaald zitten. De opzetlus. En we beginnen met een staand stokje in de steek waar we geëindigd zijn. Toer 27. Net even weer over die halve vaste heen.
We beginnen met een staand stokje. De volgende steek ook een stokje. Nu zou je bij de hoekopening moeten zijn. Hoekopening haken we een nieuwe hoek en is ook het begin van de herhaling. Dat is een stokje. Twee losse en een stokje. Zo. Nou, voor het eerste stuk van de zijkant slaan de eerste steek over. Nou, dat is dat steekje daar en komen naar de tweede. Hier haken we de eerste van 11 stokjes. Dus 1. 2 en gaat door tot je er 11 hebt. En dan gaan we weer zo'n vlindertje maken. Die vlinder steken. Zo. 11 stokjes. Even deze lus openmaken. Ik wil laten zien waar we nu gaan haken. Want we gaan nu weer van die vlindersteekjes maken. Dat zijn deze schelpjes hier. En hier in het midden van de vlinder, hier heb je dit reliëfsteekje. En heb je de twee losse openingen links en rechts, dus weerskanten. Je gaat dus in deze twee losse openingen werken en over de 5 losse aan de achterkant. Dus je gaat ze zo samenpakken. Dan gaan we eerst aan de eerste doen, dan komen we naar de tweede en dan werken we ook hierin. Dus hier in deze twee openingen, daar gaan we in werken. We beginnen en we komen eerst aan die eerste opening hier, deze. En we raken hier 5 stokjes in. Oh, hier, trouwens, hier aan de achterkant zit nog 1 steekje. Die sla je dus over. Maak je daar niet druk over. Kom gewoon naar die twee losse opening. En hier haak je 5 stokjes in. En je haakt ook over die 5 losse. Dus die zet je dan vast eigenlijk. 1, 2, 3, 4. 5, zo, 5 stokjes, 3 lossen, dan kom je terug naar beneden en haak je in diezelfde opening een halve vaste. Dat is de eerste helft van je blaadje, van je vleugeltje eigenlijk. Kom je naar de volgende twee losse opening, hier waar mijn vinger door prikt. Steek je in nog steeds over die 5 lossen aan de achterkant. Haak je weer een halve vaste. 3 lossen. En in die opening 5 stokjes. 1. 2. 3. 4. En 5. Zo. 5. Kom hier aan de achterkant. Nu gaan we weer verder eigenlijk hier op de steken van rij 27. De eerste steek, die daar, die is ook een beetje verstopt. Die heb je die losse opening. Nou, die eerste steek sta je over en je komt naar de tweede. Hier haak je een stokje op. Dat is de eerste van 13. 1, 2. En dat breng je dan ook weer bij de hoek boven de bij. 13 stokjes. En 13. Zo, dat zijn 13 stokjes. Volgende steek, als het goed is, is je twee losse opening. Hier haak je een nieuwe hoek in. Dat is weer een stokje. Twee losse. En een stokje. En de hoek waar je nu bent, is boven het bijtje hier. Kom weer naar beneden en hier gaan we eigenlijk soortgelijke steken haken als op het eerste stukje. We slaan de eerste steek over. Deze, die sla je over. Je komt naar de tweede. Raak je een stokje in en dit is de eerste van 13. Dus 2, 3, totdat je er 4, dus dit is 4 totdat je er 13 hebt. Dan ben je weer achter het bijtje.
13 stokjes. En dan komen we weer bij die vlinder. En nu gaan we eigenlijk weer precies hetzelfde doen als bij de vlinder hier zo. Dus in die twee losse openingen gaan we insteken voor een stokje. En over, dan doe je ook over die 5 losse aan de achterkant doe je gewoon heen werken. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. 3 losse. En sluit met een halve vaste. Die opening. Kom naar de volgende opening. Een halve vaste. 3 losse. En in die opening 5 stokjes. Nou, dit is echt precies hetzelfde als de eerste vlinder. Ik ga misschien net een tikje sneller. 3. En 5. Zo. Dus dat was dan weer dit vlindertje. Dan kom je naar beneden, hier aan de achterkant. Het eerste steekje gaan we weer overslaan. Kom je naar de tweede. Dan haak je een stokje op. En dan staan we weer het eerste van 11 stokjes. Dus dat is 1. 2. En dan ben je weer bij de hoek. 4. Zo. Dat is de laatste. Dan ben je ook bij de hoek aangekomen. Ja, en hier begin je dan weer met een nieuwe herhaling. Dus een stokje. 2 losse. Een stokje. En deze hoek is hetzelfde als de hoek waar we mee begonnen zijn. En dat is deze. Dus alles wat je nu net hebt gedaan op die vlinders, dat doe je nog 3 keer. Op je laatste herhaling sla je de laatste 2 stokjes over en je sluit op die eerste steek. Dan mag je ook je draad afknippen. Toer 29. Ik heb kleur 5 op mijn haaknaald. Waar we gaan beginnen is de steek net na de steek met de halve vaste van de vorige toer. Dus je ziet hier is die halve vaste, hij is in die steek. Daar, ik zie je het draadje kijkt. Die zit dus daar. Dan pak je de steek erna. En we beginnen met een staand stokje. Dus die steek net na de sluiting. En op de volgende steek haak je ook een stokje. Dus 2 stokjes voor de hoek. Nou, in de hoek begint ook weer de herhaling met een stokje. 2 losse en een stokje. Zo. Op het eerste stukje van de zijkant. Op de eerste 4 steken een stokje. Dus je slaat nu ook geen steek over, meteen echt op de eerste steek. Dus 1, 2, 3. 4 stokjes. We gaan een relief dubbel stokje voorlangs om deze relief steek hier van 2 of 3 toeren terug. Dus 2 keer omslaan. Om die steek. En werk het relief dubbel stokje af. Sla aan de achterkant een steek over en dan gaan we 7 stokjes haken. Ja, ik sla dat steekje over, kom je naar de volgende. En dat zijn er 7. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo, en 7. We zijn bij de eerste vlinder aangekomen. 4 losse. 1, 2, 3, 4. En precies in het midden van de vlinder, om het relief steekje hier, haak je weer een relief stokje voorlangs.
Zo. En nu weer 4 lossen. 2, 3, 4. Dan komen we na de vlinder. Heb je die op je stokjes. Het eerste stokje sla je over en je komt naar het tweede. Dus die sla je over en je komt naar het tweede. En nu gaan we 8 stokjes haken. Dus daar heb ik de eerste over geslagen. Dus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8 hebben. 7. En 8. 8 stokjes. En nu weer. Hier heb je weer een relief steek. Weer een relief dubbelstokje voorlangs. Het gaat eigenlijk om al die relief steken maken. Het gaat om een mooie lijn maken die over ons werk loopt. Sla weer aan de achterkant een steekje over. En nog een stokje op de laatste 4 steken voor de hoek. 2. 3. Ben je bij de hoek aangekomen en dit is de hoek dat boven het bijtje ligt. Je ziet hier is het bijtje. In die hoek zelf 1 stokje, 2 lossen en 1 stokje. We gaan nu wel de eerste steek overslaan. Dus deze sla je over. Dan kom je naar de tweede en haak je een stokje op. Gaan we weer 4 haken. 2. 3. 4 stokjes. Dus de eerste steek daar overgeslagen. Nu weer zo'n relief dubbelstokje. Werk een beetje vouwen misschien. Om er net goed omheen te komen. Zo. Sla de volgende steek weer over. En haak je weer een aantal stokjes. 2. 3. Als ik het goed heb, zijn het er 8. 4. 5. 6. 7, ja, en nummer 8. Zo. Zijn we weer bij de vlinder aangekomen. Gaan we doen weer precies hetzelfde. 4 lossen. 2, 3, 4 lossen. Relief stokje voorlangs hier om het midden van de vlinder. En dan weer 4 lossen. Kom je na de vlinder en nu gewoon meteen op het eerste stokje daar. Haak je het eerste van 7 stokjes. 2. 3. 4. 5. 6. En nummer 7. Weer een relief steekje, dubbel stokje voorlangs. 1, 2, 3 keer afhalen. Steekje overslaan. En nog 4 stokjes. 2, 3 en 4. Weer bij de hoek aangekomen en deze hoek is dan eigenlijk hetzelfde als de hoek waarmee we begonnen zijn. Dus 2 stokjes en 2 lossen ertussen. Nog even belangrijk is, bij de vlinders, breng die vlinders naar voren, die 4 losse openingen naar achteren. Die vlinders er mooi bovenop liggen, dus dat moet je even bij al jouw vlindertjes doen.
Even zo mooi kunnen zien zitten. Dan kun je sowieso een beetje die vleugeltjes in model brengen. Zo. Je gaat nu helemaal rond. Moet je nog 3 keer doen. En als je bij jouw eerste steek terug bent, sluit je met een halve vaste. En mag je ook afhechten. Toer 30. Ik heb kleur 3 op mijn naald zitten. We beginnen in dezelfde steek als waar we zijn geëindigd. Vorige toer. Met een staand stokje. Dus in die steek en dan een beetje over de halve vaste heen. Een staand stokje. Zo. En ook een stokje in de volgende 2 steken. 1, 2. We zijn bij de hoek aangekomen. En hier begint ook weer de herhaling. De hoek is hetzelfde als tot nu toe. Een stokje, 2 losse en een stokje. Op de eerste deel van de zijkant beginnen we met 6 stokjes. De eerste steek die nemen we nu wel mee. De volgende hoekje niet. Dat is 1, 2, maak er 6 stokjes. 3, 4, 5 en 6. We gaan stokjes met losse ertussen haken. Dat doen we 3 keer. 1 losse. Sla de volgende steek over. En een stokje op de steek erna. Dat was 1 keer. 1 losse. Steekje overslaan. Dus nog een stokje. Dus 2 keer. 1 losse. Steekje overslaan. En nog een stokje. Dat is 3 keer. Nog 1 losse. En dan heb je die laatste steek hier voor de vlinder. Die ga je ook overslaan. Komen we naar de vlinder. En op dit moment is het erg belangrijk dat die 4 losse hier aan de achterkant zitten. Anders zit dat straks aan de voorkant van je werk. We gaan over die 5 stokjes die hier zitten, gaan we 5 stokjes samen haken. Dus ik doe omslaan. Komt naar het eerste stokje. Haak je het eerste beentje. Dan weer omslaan, kom je naar het tweede van die 5 stokjes. Haal je 2 lussen af. Kom naar het derde. De vierde. En de vijfde. Dan heb je 5 beentjes over 5 stokjes. Die gaan we in 1 keer allemaal eraf halen. 4 losse. 1, 2, 3, 4. Je zoek je even de relief steek op. Daarin haak je een vaste. En dan weer 4 losse. 2, 3, 4. Je ziet het risico nu. Deze losse opening die valt nu voor de vlinder. Zorg echt dat die aan de achterkant zit. Gaan we aan deze kant hetzelfde doen als daar. Omslaan. De eerste steek. 1. 2 beentjes. 3. 4. 5. 5 beentjes over 5 stokjes. Allemaal eraf halen. En nu 2 lossen. 1, 2 lossen. Je mag hier ook echt die vlinder wel een beetje weer in model brengen. Want terwijl je eraan haakt, dan gaat het toch allemaal een beetje zijn eigen gangetje. Na die 2 lossen gaan we hier verder op de steken hierachter. We gaan nu 2 steken overslaan. Dus
1, 2 overslaan. 1, 2. De volgende steek hier een stokje. 1 losse. Sla een steek over. Weer een stokje. 1 losse. Sla een steek over. En voor de derde keer een stokje. 1 losse. Sla een steek over. Nu heb je nog 6 steken over. Je haakt een stokje op elke steek. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Zijn we bij de hoek boven het bijtje. Hier is het bijtje, dus dat is waar we nu zijn. In die hoek weer 1 stokje, 2 losse, 1 stokje. Draai je naar de zijkant. Nu slaan we wel het eerste steekje over. Dat is belangrijk. Die sla je nu over en je komt naar het tweede. Je haakt weer 6 stokjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. 6 stokjes. 1 losse. Sla het volgende steekje over en een stokje. Dus 1. Doen we weer 3 keer. 1 losse. Sla een steek over. Nog een stokje. Dus 2. Losse. Sla een steek over. En 3. Weer 1 losse. En slaan we deze laatste steek hier voor de vlinder over. Dan we gaan weer die 5 stokjes samen haken. Zorg dat je weer goed bij je vlindertje kan. Eerste steek, beentje 1, 2, 3, 4, 5 en allemaal eraf. 4 lossen. Hier helemaal in het midden, het relief steekje. Een vaste. En dan weer 4 lossen. En op het laatste vlindersblaadje of blaadje, vleugeltje moet ik zeggen. Weer 5 stokjes samen. 2. Nu slaan we slechts 1 steekje over. Dus de eerste steek hier overslaan. En een stokje. 1 losse. Sla een steekje over. Stokje. 1 losse. Sla een steek over. Stokje. 1 losse. Sla een steek over. De volgende steek haak je de eerste van je laatste 6 steken. 1, 2, 3, 4, 5 en dit is je laatste stokje. 6. En dan ben je weer bij de hoek aangekomen. Deze hoek is dan weer hetzelfde, of equivalent, als het hoek waar we mee begonnen zijn. Dus alles wat we net gedaan hebben, doe je nog 3 keer. Op je laatste herhaling heb je natuurlijk net een paar stokjes minder, omdat je deze hier al hebt gehaakt. Dan sluit je op die eerste steek en dan mag je ook
afhechten. Toer 31. Ik heb kleur 5 op mijn naald trouwens. En we gaan beginnen. Ik zoek even het beginnetje. Hier. Daar waar we geëindigd zijn in de vorige toer. Dus hier is die halve vaste. Hier zit mijn draadje. Ik heb nog heel veel draadjes hier aan de achterkant. Maar die komen dadelijk wel aan het eind van dit deel. Dan doe ik ze allemaal in één keer. We beginnen in die steek met een staand vaste. Dus in de steek waar we geëindigd zijn, dan ga ik een beetje over die halve vaste heen. Hier met een staand vaste. En ook een vaste op de volgende 3 steken. 1, 2, 3. Zo. De hoek is het startpunt van de herhaling. Een vaste, 2 losse en een vaste. De zijkant. We slaan de eerste steek over. Dat is hier heel belangrijk. Je slaat de eerste steek over. Dan gaan we naar de tweede. En daar haak je de eerste van 6 vaste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier de 1 losse of daar 2 losse opening, 1 losse opening. Ja, 1 losse. Hier binnenin haak je 1 vaste. 1 vaste in die losse opening. Ga nu naar beneden komen en er een relief dubbelstokje om dit dubbelstokje heen haken. Dus 2 keer omslaan. Kom ietsje naar beneden. Dus om die steek. Pak je draad vast. En dan 2 keer afhalen. 2 keer afhalen. En nog 2 keer afhalen. Zo. Je begint hier eigenlijk een mooie lijn te vormen. En dat is ook waar we natuurlijk naartoe werken. Je hebt hier dit stokje, die slaan we over. En je komt naar de losse opening. Haak je 2 vaste in. 2. De volgende losse opening ook 2 vaste. 2. En hier de laatste losse opening ook 2 vaste. 1, 2, zo. Zijn we bij de vlinder aangekomen. Vlinder gaan we eigenlijk, ik noem het maar even voelsprieten. Maar we gaan hem, we gaan hier wat details toevoegen. We beginnen met 2 lossen. Dan gaan we een relief stokje voorlangs haken. Om eigenlijk, dit is die grijze steek hier in het midden. Omslaan. Dus om het relief stokje dat er al zit, haak je dus nog een relief stokje. Die vaste hierachter, die negeer je. Dus echt om het stokje. Zo. 1 losse. En nu nog een relief stokje om diezelfde steek. En die kun je er gewoon voor zetten. Je ziet eigenlijk wat ik bedoel met sprieten. En 2 lossen. Nou, dan zijn we klaar met de vlinder en komen we naar de volgende serie losse openingen. Als ik me goed herinner, we gaan de eerste losse opening gaan we 2 vaste haken. Tweede losse opening gaan we 2 vaste haken. En ook in de derde losse opening gaan we 2 vaste haken. Zo. Als je een relief dubbelstokje, haak je weer een relief dubbelstokje omheen. 1, 2, 3. En zo. We hebben hier nog 1 losse opening hierachter. Die sla je over. Dan kom je naar de eerste steek. Haak je een vaste in. En dat is de eerste van 7. Dus 1, 2, 3, 4,
5. Ik moet even mijn werk een beetje draaien. 5, 6, 6 en 7. Ben je bij de hoek aangekomen? Dit is het hoekje, de hoek dat boven het bijtje zit. Je ziet hieronder zit mijn bijtje. In die hoek weer 1 vaste, 2 losse. 1 vaste. Zo. De volgende zijkant. Voor de volgende zijkant. Voor een deel van deze zijkant. We gaan er vast op de eerste 7 steken haken. En ook in de eerste steek. Dus je slaat nu niets over. Meteen in de eerste steek. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 7. Een relief dubbelstokje om deze van 2 toeren terug. Een relief dubbelstokje voorlangs. Deze losse opening slaan we over. Je hebt hier het stokje, sla je ook over. Je komt dus eigenlijk naar de tweede losse opening. En hier ga je 2 vaste inhaken. 2. En trouwens in de volgende 2 openingen ook. Hier 2 vaste. En in de laatste opening hier ook nog 2 vaste. Net voor de vlinder. Zo. Nou, op de vlinder doen we hetzelfde als bij de eerste. Dus 2 losse. Om die middelste steek relief stokje voorlangs. 1 losse en nog een relief stokje voorlangs. En 2 losse. We komen naar de vlinder. In de eerste losse opening haak je 2 vaste. We gaan het 3 keer doen. Dus 1. Volgende losse opening, 2 vaste, dus 2. En de derde losse opening, 2 vaste. Weer een relief dubbelstokje voorlangs om deze van toer 29. 3. Hierachter zit nog een losse opening. Die sla je over en je komt naar de eerste steek waar je weer een vaste ophaakt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Kijk eens aan. En je bent aan het eind van de eerste herhaling gekomen. Want nu ga je weer een hoekje maken en dat is precies hetzelfde hoekje als dit eerste hoekje waar we zijn begonnen. Dus alles wat je hier net gedaan hebt, doe je nog 3 keer. En bij je laatste herhaling sluit je op je eerste steek, dat is die vaste daar, en mag je ook je draad afknippen. Rij 31A is eigenlijk niet zozeer echt een toer, maar een versiering. Wat je gaat doen is op je vlinder, die zit hier, ga je een aantal Frans knoopjes maken. Zie, hier heb ik er al reeds 4 gemaakt op deze vlinder. Je gaat dus op iedere vlinder 4 knoopjes maken. De eerste 2 zijn hier, heb je die 5 stokjes samengehaakt. Op de middelste van die 5 beentjes haak je een knoopje, weerskant natuurlijk. En hier in rij 27A had je ook die versiering aangebracht. Dat onderste half stokje, weerskanten, daar maak je ook een Frans knoopje. Ik zal je laten zien hoe je 1 zo'n knoopje maakt. Als je dit al eerder hebt gedaan, als je borduurervaring hebt, dan weet je natuurlijk hoe dit moet. Maar mocht je het nog niet eerder gedaan hebben, laat ik het je even zien. Op deze vlinder gaan we dus Franse knoopjes maken. Ik heb hier kleur 5 op mijn naald zitten. En waar we ze dus gaan maken... Dus je hebt hier die 5 stokjes samengehaakt. Dus ongeveer hier.
En hetzelfde aan de andere kant, dus hier in het midden. Dan heb je hier deze steekjes. En hier op het half stokje aan de onderkant. Nou, waar je begint, dat maakt niet uit. Ik ga bij deze beginnen. Kom ik hier even aan de achterkant. Misschien even zo. En even beginnen met de draad aan te hechten. En dit moet je echt met een naald doen. Dus dan steek ik die even een keer of twee, drie heen en weer. Echt even goed vastzitten. En ik gebruik hiervoor het dikkere deel van de steken. Zo. Nou, even kijken waar ik heen moet. Ik moet hierheen. Oké. Kun je kijken waar je nu bent en waar je heen moet. Dan steek ik hier in de achterkant. Ik leg eigenlijk even door een paar steken heen. Als het goed is, moet ik... Je zit hier gewoon even met die gaten en die vlinders. Je moet even continu tussen voor en achter schakelen. Nou, ik wil op dat steekje hier wil ik die knoop haken. Dus ik kan nu hier door naar voren steken. Zo. Nou, een Frans knoopje. Hoe je hem maakt, is je doet twee keer omslaan. Dan breng je die twee lusjes naar je werk toe. Dus echt zo dicht bij je werk als dat je het eigenlijk een beetje kunt krijgen. En dan ga je draaien en doorsteken. En dat doorsteken, dus terug naar achteren, doe je net naast de plek waar je naar voren bent gekomen. Dus hier kom je je werk naar voren, hier komt de draad naar voren. Dan ga je er net naast weer terug naar achteren steken. Niet in hetzelfde gaatje, want dan trek je de hele knoop naar achteren. Dat schiet niet op. Dus er net een klein stukje naast. Eigenlijk heb je het over millimeter werk. Net een klein beetje ernaast. En dan trek je je draad door naar achteren. Nou. Laten zien hoe ik ze maak. Dus twee keer omslaan. En nu hou ik die werklus hier vast bij mijn naald. En ik breng... En het brengt die lus echt, je rolt hem tot hij bij je werk is. Dus het is niet hier al die knoop beginnen terug te steken. Echt helemaal tot aan je werk. En hou je vinger of je duim of een vinger echt op die draad. Dat die niet weer losrolt of enigszins in die lijn. Nu kantel je je naald. En dan zoek je dus een plekje waar je terug kunt steken. Dus net dichtbij, maar niet precies op de plek waar je naar voren bent gekomen. En nu kun je de naald naar achteren duwen. En dan trek je hem door. En dat is soms zeker zo. Moet je echt even trekken. En hou je vinger er echt tot op het allerlaatste moment op. Zo. Kijk. En dan heb je hier dat Frans knoopje zitten. Hier zo. En dat was hem. En hier ga je dus nog een heleboel van maken. Nu ga je via de achterkant van je werk doorbewegen naar de volgende positie. Nou, ik ga hierheen. Dus ik wil hier nu het volgende knoopje maken. Dus ik ga even de naald hier terugsteken. Even naar de achterkant komen. Dus ik moet nu sowieso deze kant op. Dus ik ga even hier door de achterkant van die steken heen bewegen. Dan laat je nog één keer een knoopje zien. Dus even kijken, nu moet ik ongeveer, waar moet ik heen? Ik moet hierheen. En je ziet hier die vier lossen hier, die zitten ook eigenlijk wel een beetje in de weg. Nou, zorg ook dat je die continu omzeilt, mist. Dus dat je ze niet vastwerkt, want dan wordt je werk net wat stugger en dat je het er ook niet doorheen steekt. En dus zorg dat je die vier lossen eigenlijk mist. Dus ik moet nu, moet ik... Ja, ik kan gewoon hierdoor naar buiten. Hier, deze steek. Daar. En wat nu heel makkelijk kan gebeuren, is dat je er dus hier door
deze vier lossen zo heen prikt. Nou, dat wil je dus voorkomen. Dus zorg dat je die dus echt opzij trekt. En zo. En nu trek ik mijn naald weer naar voren. Draad. Nou, nu ben ik weer op een punt dat ik een knoopje kan maken. Dus weer hetzelfde idee. Twee keer omslaan. Ik rol die lusjes echt terug naar mijn beginpunt. Ik hou het allemaal goed vast en strak. En ik steek net daarnaast, steek ik terug naar achteren. En ook weer hier zorg dus dat je die vier lossen hier aan de achterkant dus mist. Dat je daar niet doorheen prikt. En doortrekken. En hou je duim of een vinger erop tot op het punt dat je zegt van nou en nu. Zo, kijk. Nu is het knoopje klaar. En daar zit hij. Nou, dan heb ik twee knoopjes met je gemaakt. Die moet je nog sowieso op dit vlindertje hier nog in maken. En hieronder nog in maken. Dan is deze vlinder klaar. En dan heb je er nog 7 andere. Dus neem even de tijd. Dit kost gewoon tijd. Om al die knoopjes te borduren. En het is een klein detail. Maar het voegt echt wel gewoon net dat beetje extra toe aan je vlinders. Dus borduur al je Franse knoopjes. En dan zijn we gereed voor de volgende haaktoer. Toer 32. Ik heb kleur 2 op mijn naald zitten. En we gaan beginnen in dezelfde steek als waar we geëindigd zijn. Dus hier is die halve vaste. Dan gaan we daar weer beginnen met weer een vaste. Dus ik steek in die steek. Ik haak een beetje over die halve vaste heen. Zo, met een staande vaste. De eerste 4 steken een vaste. Dus 1, 2, 3 en 4. Ben je bij de hoek aangekomen? En nu begint de herhaling. En de herhaling is nu 8 keer. Dus je gaat nu echt van hoek naar hoek werken. Dus je hebt, ieder stukje is hetzelfde. Dus je hebt nu 8 herhalingen en niet 4. Nou, begin van de herhaling. In de hoek. Dus vaste. 2 lossen. En een vaste. Slaan de eerste steek over. Dus deze, die slaan we over. En de tweede steek een vaste. En dat is de eerste van 14. En dan ben je ook bij de vlinder aangekomen. 2, 3, 4. Ga zo door tot je er 14 hebt. 14 vaste. En nu ben je aangekomen bij de vlinder. Je hebt hier 2 losse opening. Hier haak je 2 vaste in. 1 losse opening. Dus 1 vaste. Dus echt in het midden van dat veetje daar. 1 vaste. Dan heb je hier weer 2 losse. Haak je 2 vaste in. 1 en 2. Dus je hebt 2, 1, 2. En hier nog het rechte stuk tot bij de volgende hoek. De eerste steek, dus deze, die sla je over. En je komt naar de tweede. En die tweede haak je een vaste. Je hebt het eerste steekje daarover geslagen. En dit is dan weer de eerste van 14. En dan kom je, als het goed is, precies uit bij de hoek. De 2 losse opening. Dus we haken 14 vaste. 14 vaste. En dan ben je weer bij de hoek aangekomen. En deze hoek is met een vaste, 2 losse. En een vaste is het beginpunt van een nieuwe herhaling. Want deze hoek is dus hetzelfde als deze hoek hier, van die eerste. Dus het geeft niks dat je nu boven het bijtje bent. Deze zijkant is nu gewoon exact hetzelfde als deze. Ik ga dus helemaal rond, herhaal je nog een aantal keer. Wanneer je bij de eerste steek bent, hier sluit je met een halve vaste. Op die vaste. Zo,
sluit je daarop met een halve vaste. En dan laat je ook je draad zitten voor de volgende toer. Toer 33. We gaan verder met dezelfde kleur. Dus één losse. En diezelfde steek als waar we nu zijn, dus dat is de eerste steek van de vorige toer, haken we een vaste. Zo. De volgende 5 steken ook een vaste. Zo, dus 1, 2, 3, 4 en 5. We zijn bij de hoek aangekomen en de hoek is ook meteen het beginpunt van de herhaling. In de hoek 1 vaste, 2 losse en een vaste. Nou, op de zijkant slaan we de eerste steek over. Dat is deze. Die slaan we over. Komen naar de tweede. Dan haak je een vaste in. Dat is de eerste van 11. Dus dat is 1, 2, 3, 11. Zo, 11 vaste. Dan gaan we een relief dubbelstokje voorlangs haken. Dus 2 keer omslaan. En weer om dat reliefstokje van de vorige paar toeren terug. Je moet echt je werk een beetje vouwen om daar omheen te komen. En maak deze steek ook niet te strak. Geef hem net een beetje ruimte om adem te halen, zeg ik altijd. Dat hij gewoon mooi hier echt een beetje ruimte krijgt. Sla een steek aan de achterkant over. Daar sla ik een steekje over. Kom naar de steek erna voor je eerste vaste van 10. 2, dus we haken er 10. 2, 3... En 10, zo, 10 vaste. We gaan nu weer een relief dubbelstokje haken om deze van een paar rijen terug. Dus 2 keer omslaan. Om dat relief steekje heen haken we weer een nieuwe. 2, 3 keer afhalen. En dan weer aan de achterkant een steekje overslaan. En dan weer een vaste en dat is de eerste van 11. 2, dan breng je ook meteen weer naar de hoek. 3, 4 en de laatste. Zo, 11. We hadden dus weer 11 vaste en dan zou je nu precies weer bij de hoek moeten zijn. Dus je volgende steek is dan weer een hoeksteek en dat is dan dezelfde als deze hier. Dus een vaste, 2 losse vaste. Dus dit hele stukje, dus al die steken, herhaal je nu helemaal rond. Dat zijn volgens mij nog 7 keer. En dan hier, wanneer je bij de eerste steek komt, dus deze sluit je hierop met een halve vaste. En dan mag je trouwens ook je draad afknippen. Toer 34. Ik heb kleur 1 op mijn naald zitten. En waar we gaan beginnen is hier in de hoek. Hier ben ik gestopt met de vorige toer. Hier zit nog mijn draadje. Dan ga je naar de hoek die daar het dichtst bij zijn is. En we beginnen met een staand halfstokje. In die 2 losse opening. Dus een staand halfstokje. 2 losse. En dan weer een halfstokje in diezelfde opening. Dat is je eerste hoek. Nu beginnen we meteen met de herhaling. 1 losse. En dan slaan we 2 steken over. Hier is de eerste steek. En de tweede steek. Dan kom je naar de derde. Hier haak je een half stokje in. Eén losse, sla een steek over en een half stokje. Dat gaan we nu 16 keer herhalen. Dus 1 losse, sla een steek over en een half stokje. Dat was 1. 1 losse,
overslaan. Half stokje, dat was 2. En dit blijf je dus doen 16 keer. Ik maak ook een sprong in de video. Als je dat 16 keer gedaan hebt, ben je eigenlijk bijna aan de andere kant bij je volgende hoek. Even een eikpunt voor je, of je nog op de goede weg zit. Hier heb je nu, je hebt nu 6 half stokjes gehaakt. Die 6 die valt hier in het relief steekje dat je hebt gehaakt. We gaan nu zo door. Een losse, sla een steekje over en een half stokje tot je dat 16 keer gedaan hebt. Ik heb de herhaling nu 15 keer gedaan, nog 1 keer over. Dus nog 1 losse. Sla de volgende steek over en nog een half stokje. Als het goed is heb je nu nog 1 steek over voordat je bij de hoek bent. Dus 1 losse. Dan sla je dus dat laatste steekje over en in de hoek maak je een nieuwe hoek. Dus een half stokje, 2 lossen en een half stokje. En deze hoek markeert het begin van je volgende herhaling. Dus deze steken ga je helemaal rond herhalen. En als je bij het begin bent, sluit je daarop met een halve vaste. Ik ben helemaal rond. Ga dus op die halve vaste hier, of die halve vaste op het half stokje, sluiten met een halve vaste. Zo. En dan ga je naar de 2 losse opening met nog een halve vaste. En nu ben je gereed voor de volgende toer. Laat je draad ook zitten. Toer 35. We gaan dus verder met de kleur die we reeds hebben. We zijn nu in die 2 losse opening. 1 losse. Dit telt niet als een steek. Nu beginnen we ook meteen met de herhaling, dat we de hoek gaan maken. In deze opening gaan we 2 vaste, 2 losse en 2 vaste maken. Dus dat, hier moeten we best wel veel in proppen. Dus 1, 2 vaste, 2 losse. Ja, dan moet je die steken eigenlijk een beetje opschuiven, want hier moeten er nog 2 bij. 1, 2 vaste. Zo. En dat is je nieuwe hoek. Dus 2 vaste, 2 losse, 2 vaste. We gaan nu in de losse openingen haken. Op de eerste 7 openingen ga je 2 vaste in elke opening haken. Dus hier is de eerste opening. Dat is 1. 2 vaste. Dat doe je 7 keer. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Je hebt nu 7 keer 2 vaste in de opening gehaakt. In de volgende opening hier haak je 1 vaste. Zo. En dan komen we naar beneden en gaan we relief dubbelstokje om dit dubbelstokje haken. Dus dat is 2 keer omslaan. Je werkt een beetje vouw dat je echt om die steek heen kan. Draad ophalen. 2 afhalen. 2 afhalen. 2 afhalen. Kom naar de volgende losse opening. Dat is deze. Als je ook gewoon kijkt naar de vlinder, die zit dus gewoon echt die 2 openingen precies hier boven de vlinder. Die moet je hebben. Je ziet hier zit reeds een steek in, die vaste, dus die moet je niet hebben. Dus deze. Haak je 2 vaste in. En ook in de volgende. Dus dat doe je 2 keer. 2 keer 2 vaste. Zo. En dan gaan we oversteken eigenlijk. En hier hetzelfde doen als daar. Dus weer een relief dubbelstokje voorlangs. Om het relief dubbelstokje van 2 rijen terug. En in de volgende losse opening. Dus deze hier. 1 vaste.
goed is, hebben we nu nog 7 openingen over. Even checken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, gelukkig zijn er 7. Ja, en iedere opening 2 vaste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 en hier is de laatste 7. Dus heb je in ieder opening 2 vaste gehaakt. Nou, nu ben je weer bij de hoek aangekomen. En deze hoek is precies hetzelfde als de hoek waarmee we begonnen zijn. Dus dit stukje hier moet je nu weer herhalen. Nou, nog wat, 7 keer. En als je bij de eerste steek bent, dat is die eerste van die 2 vaste, sluit je het daarop met een halve vaste. En dan mag je ook afhechten. Toer 36. Ik heb kleur 2 op mijn naald. En we beginnen in dezelfde steek als waar we geëindigd zijn in de vorige toer. Dus dat is deze vaste. Dan gaan we weer beginnen met een staande vaste. Dus ik ga even over die halve vaste heen. Zo. Dat is die steek waar we geëindigd zijn. En de volgende steek ook een vaste. Zo. Nu zijn we bij de hoek. De hoek begint ook een nieuwe herhaling. In de hoek, een nieuwe hoek, is 1 vaste, 2 losse en 1 vaste. Zo. De zijkant. We slaan de eerste steek over. Even kijken. Dus de eerste steek overslaan. Dan kom je naar de tweede steek. En een vaste. En dat is de eerste van 19. Dus 2, 3. En als je er 19 hebt, dan ben je ongeveer halverwege. 19 vaste. 19. Zo, 19 vaste. Ik ben nu halverwege. En wat we nu gaan doen, is deze boog. Je ziet hier die relief steken, die gaan we eigenlijk nu samen pakken. Die gaan we nu sluiten. Dus we gaan 2 relief dubbelstokjes voorlangs samen haken. Dat is een hele mond vol. Maar het is gelukkig wel te overzien als je het moet haken. 2 keer omslaan voor het dubbelstokje. Vouw je werk dat je echt om die eerste steek onderdoor kan. Pak de draad op. Haal je 2 steekjes af, 2 lussen af. En 2 lussen af. En nu stoppen. Heb je 3 lussen op je naald. Houd deze lussen ook vast. Om te, dus eigenlijk je vinger er een beetje op houden dat die lus niet te veel open trekt. Nou, dan weer 2 keer omslaan. Dan kom je naar voren. Om het de tweede been. Weer 2 afhalen. En 2 afhalen. Je ziet, ik doe ze heel bewust even zo bij elkaar houden, want dat voorkomt dat die lus hier open trekt. Nu 1 keer omslaan en doorhalen. En dat was hem. Aan de achterkant slaan we een steekje over. Dus daar 1 steek overslaan en de volgende steek een vaste. En dat is weer de eerste van 19. Ik haak er even een paar en dan kijken we even wat we gemaakt hebben, want dat is net iets makkelijker. Zo. Nou, en als je nu even die boog hier zo in vorm vouwt, dan zie je hem hier heel mooi zitten. Nou, het waren er 4 volgens mij. Je moet er 19 hebben en dan kom je weer bij de hoek. Dus even een aantal vaste verder haken. En 19. Dat zijn dan dus 19 vaste. En dan ben je ook weer precies bij de hoek aangekomen. En in deze hoek ga je natuurlijk weer hetzelfde hoek haken als waar je hiermee begonnen bent. Dus eigenlijk alles wat hier zo zit, ja, dat herhaal je dus nu nog helemaal rond, nog 7 keer.
Wanneer het bij het eerste steekje komt, sluit je met een halve vaste en dan mag je ook je draad afknippen. Toer 37. Ik heb kleur 3 op mijn naald zitten. En waar we gaan beginnen is de eerste steek waar we geëindigd zijn. De halve vaste. Dan pakken we de steek en na. Dus na de sluiting. Dus hier is de sluiting, de steek en na. En daar beginnen we met een staande vaste. En ook in de volgende steek. Een vaste. Dan komen we naar de hoek. En hier begint de herhaling. En we gaan de herhaling beginnen met een nieuwe soort hoeksteek. We gaan een puffsteek maken. Nou, dat zijn heel veel omslagen en lussen. Nou, sla de draad om je naald. Steek in de opening. Haal de lus op. En breng deze lus eigenlijk op tot je werkhoogte. Dat was 1 keer. Dat gaan we nog 4 keer doen. Dus 5 keer in totaal. Dus 1. Dus omslaan. Insteken. En ophalen. Dus 2. 3. Weer omslaan. Steken. Ophalen. Is 4. En het wordt hier echt vol. Omslaan. En die vijfde is echt... Ja, het is daar een beetje vol allemaal. Maar je hebt nu 11 lussen op je naald. Je kunt ze niet allemaal zien, maar ze zitten er wel. Nu ga je omslaan en doorhalen. Terwijl je dat doet, duw je haaknaald een beetje omhoog. Dat je naald niet hier blijft steken. Dus dan gaat hij daar namelijk in 1 soepele beweging doorheen. En 1 losse om de puffsteek af te ronden. Deze puffsteek ga je best nog een aantal keer doen in deze toer. Dus dat was de puffsteek in de hoek. We slaan de eerste steek over. Nou, dat is dit steekje hier. We komen naar de volgende steek. En dan haak je een vaste. Je gaat 4 vaste haken. Dus dat is 1, 2, 3, 4 vaste. Je zult merken, je puffsteek die is eigenlijk een beetje naar achter gepopt. Duw hem even met je vinger zo op. Naar voren, dan staat hij mooi bovenop je werk in plaats van dat hij zich aan de achterkant verstopt. Dat was 4 vaste. In de volgende steek, deze steek, gaan we weer een puffsteek haken, gevolgd door 5 vaste. Dat doen we dan 2 keer. Maar. Nou, eerst de puffsteek. Dus 1, 2, 3, 4 en de laatste keer en die vijfde keer, ja, dan merk je gewoon echt dat die ruimte daar een beetje vol wordt. 5, doorhalen, 1 lossen. Nu gaan we op de volgende 5 steken een vaste haken. 1, 2, 3, 4, 5. En weer die puffsteek even naar voren duwen. Nog een keer. Dus nog een puffsteek en een volgende steek. Dus 1, 2, 3. En je zult merken dat ding het vreet echt garen. 4 en 5. Doorhalen, 1 lossen. En nu weer 5 vaste. 1, 2, 3, 4, 5 vaste. En die puffsteek weer naar voren duwen. Zo. Volgende steek, weer een puffsteek. 1, 2, 3, 4, 5, doorhalen en 1 lossen.
Nu op de volgende 6 steken een vaste. Dus dat is belangrijk. 6 steken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 steken. Puffsteek, die moet zich weer even laten zien. Zo. Dan zal je niks verbazen. Weer een puffsteek. Dus 1, 2, 3, 4, 5 lussen, doorhalen, 1 lossen. De volgende 5 steken een vaste. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. En duw de puffsteek naar voren. Nog een puffsteek. Dus 1, 2, 3, 4, 5 keer doorhalen, 1 lossen en weer 5 vaste. Dus 1, 2, 3, 4 en 5. Puffsteek weer naar voren duwen. Nou, we zijn er bijna. Nou ja, aan het eind van de eerste herhaling. Nog een puffsteek. 1, 2, 3, 4, 5. Allemaal doorhalen. 1 lossen. 4 steken over en vast op elk. Dus 1, 2, 3 en 4. Die laatste puffsteek, je kunt nu echt zien dat hij naar achteren zit. Weer hup, naar voren duwen. Zo. Nu ben je bij de volgende hoek aangekomen. En in deze hoek ga je nu ook weer een puffsteek haken. En dan is die hoek eigenlijk precies hetzelfde als deze hoek waar we hiermee begonnen zijn. Ook met een puffsteek. Dus dit ritme ga je nu nog 7 keer herhalen. Je ritme is eigenlijk een puffsteek in de hoek. Dus hier zo in de hoek. En dan heb je 4 vaste. 5, 5, 6. 5, 5, 4. Dus het is een mooi symmetrisch ritme. En overal zitten dan puffsteken tussendoor. Ik ga helemaal rond. Wanneer je bij de eerste steek aankomt. Hier sluit je hierop een halve vaste. Dan mag je ook je draad afknippen. Toer 38. Ik heb kleur 2 op mijn haaknaald. En we beginnen in de steek waar we zijn geëindigd met de halve vaste. Dus dat is deze steek hier. Dan gaan we weer aan beginnen met een vaste. Dan probeer ik weer over die halve vaste heen te werken. Zo. En op de volgende steek ook een vaste. Nu beginnen we de herhaling. Ik ga het even zo laten zien. Wat we gaan doen is we gaan een hoek haken, maar die gaan we niet in de puffsteek haken, maar eromheen. Hier, waar ik nu mijn haaknaald insteek. Echt tussen de puffsteek en deze laatste vaste. Hierin zit een opening. Daar ga je 2 vaste haken. Dan 2 lossen en kom je naar de andere kant. En ook weer tussen de eerste steek en de puffsteek. En dan stop ik hier mijn haaknaald in. Daar ga je ook 2 vaste haken. En dat vormt dan je nieuwe hoek. Dus je haakt je hoek eigenlijk om die steek heen. Even de draad vastpakken. Dus in deze ruimte hier, dus echt onder al die lussen daar, 2 vaste. Dus 1, 2, 2 lossen. Kom je naar de andere kant. Ook weer hier
onder, kijk bijvoorbeeld hier zit nog een lusje van de vaste, dus dan moet je echt onder blijven, want anders zit je in de steek. En dan 1 en 2. Dat is je nieuwe hoek. We gaan nu 18 vaste haken, 4 halfstokjes en weer 18 vaste. Ja, de eerste vaste is ook meteen op de eerste steek. Dus zorg dat je die ook echt meepakt. Dus dit is de eerste. Hier, dus dat is 1, 2, 3. Het zijn 4 vaste. Nu ben je bij de eerste puffsteek aangekomen. En hier moet je even opletten. Dit is 1 puffsteek. Als je van de bovenkant kijkt, lijkt het alsof er 2 steken zijn. Maar dat is niet zo. Dat is de steek en dat is die 1 losse die je had gemaakt om het allemaal bij elkaar te krijgen. Dus je moet alleen in die eerste steek werken. En die 1 losse, daar doe je dus niks mee. Dus hier in de steek. Dit is je vaste. Hier werk je je vaste. En dit hier is dus die 1 losse en die sla je dus over en dan kom je naar de volgende positie en dat is dan weer een vaste. En daar werk je dan een vaste in. Zo. En als je aan het eind van deze zijkant komt en je bent bij je volgende hoek aangekomen en je hebt nog steken over, dan durf ik te garanderen dat je per ongeluk ook in de 1 losse, dus dit is weer een puffsteek. Dat is dan die losse, dat je dus eigenlijk hierin gewerkt hebt. Dat kan makkelijk. Krijg je haaknaald verrassend makkelijk in. Maar dan werk je, dan ben je dus een meerdere. Dat moet je niet doen. Dus als je aan het eind van de rit steken over hebt en je hebt gewoon al je vaste en half stokjes gehaakt, dan heb je waarschijnlijk toch in die 1 losse gewerkt. Dus dat is een makkelijke manier om je fouten te vinden. Maar dan moet je wel je steken tellen. Dus dat ga ik ook zo doen, want ik ben natuurlijk de tel helemaal kwijt. Maar ik dacht dat dit steek 18 is. Even checken, waar ben ik nu? Dat is de hoek. Dus dat is dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zo, dat zijn 18 vaste. Kijk, want ik ben nu ongeveer halverwege. Nou, precies in het midden heb je nog 4 half stokjes. 1, 2, 3, 4 half stokjes en dan weer 18 vaste. Dus dat is 1, dit hier is 2, dan is dat weer die 1 losse. Dus dan kom je naar de vaste ernaast. Zo haak je dan 18 vaste en dat moet dan precies uitkomen. Dat is toch altijd weer spannend. Want ja, stel je komt op het einde en je hebt een steekje over. Of je hebt er eentje tekort. En dan staat het ook nog eens allemaal op video. Dat gebeurt soms echt. Want ook ik maak wel eens een foutje. Maar we haken voor nu even rustig 18 vaste. En volgens mij zijn dit dan de laatste 4. Dan ga ik ze weer even tellen. Dus het is heel belangrijk om bij deze toer te blijven tellen. Dat is trouwens eigenlijk altijd wel belangrijk, maar nu al helemaal. En hier is de eerste vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dat zijn precies 18 vaste, gelukkig. Nou, dat is dus de hele zijkant. Dus deze hoek ga ik hier nu ook weer herhalen. Dus hier tussen die vaste en deze opening. Dus daar ga je weer 2 vaste haken, 2 losse en dan aan de andere kant ook weer. En dan begin je weer met 18 vaste. Je gaat dus helemaal rond. En op je laatste herhaling heb je natuurlijk je eerste 2 vaste al gemaakt. Dus dan doe je er maar 16. En dan sluit je met een halve vaste op de eerste steek. En mag je ook je draad afknippen. En dan ben je helemaal klaar met deel 2. Werk nog je laatste draadjes weg, zodat het mooi netjes is aan de achterkant voordat je verder gaat met deel 3. Ik hoop je volgende keer terug te zien voor deel 3.